Ik schrijf in het Engels omdat de meeste van mijn familieleden in het buitenland wonen en geen Nederlands spreken. Hetzelfde geldt voor mijn vrienden, die wonen ook over het algemeen buiten Nederland. Plus ik voel me meer op mijn gemak om in het Engels te schrijven, aangezien mijn Nederlands, zoals mijn professor ooit eens gezegd heeft, klinkt als dat van een allochtoon. Nou ja, dus als ik een allochtoon ben, dan kan ik net zo goed in het Engels gaan schrijven. De inspiratie voor het boek is een combinatie van meerdere dingen, waaronder het bronnenwerk wat ik dus gelezen heb tijdens mijn studie. Maar ook dingen die gebeurd zijn in mijn eigen leven. En een groot gedeelte van het boek is ook geschreven en geïnspireerd terwijl ik in verschillende ziekenhuizen zat te wachten. Voor polyklinische afspraken. De opzet van The Good Book of Knightly Conduct is de recreatie van een middeleeuwse bron, geschreven door een van de hoofdkarakters. En het lijkt redelijk op een aantal bronnen die ik heb moeten gebruiken voor mijn vakgebied. En ook een aantal die ik gewoon voor de lol heb doorgebladerd. Die eigenlijk totaal niets met een college te maken hadden. Maar het heeft wel het gevoel dat sommige bronnen geven. Want het is bij tijden hilarisch, bij tijden ongelooflijk frustrerend. En bij tijden gewoon puur interessant om te lezen. Ik gebruik de middeleeuwen als achtergrond voor mijn verhaal, omdat ik gespecialiseerd ben in middeleeuwse geschiedenis en ik middeleeuwen gewoon een hele leuke tijd vind om in rond te rennen. Plus het fantasy genre speelt zich over het algemeen af in middeleeuws aandoende werelden. En nou ja, gezien ik er toch aardig wat kennis, ervaring en informatie over heb, dacht ik dat ik dat ook wel eens kon gaan gebruiken. De wereld is tot stand gekomen doordat mijn eerste versie gewoon doodviel. En ik op advies van een hele goede redactrice geadviseerd werd om het nog eens na te kijken en te kijken of het misschien op een andere manier beter kon. En ik sowieso een bron wilde recreëren en ik tot de conclusie kwam dat het wel een leuk idee zou zijn om losstaande verhalen te bundelen in één boek, zodat ze samen ook een grotere verhaallijn creëren. Dus je hebt losse verhalen die samen ook een groter verhaal vormen. Ik was erbij vanaf het eerste begin dat The Good Book of Knightly Conduct gecreëerd werd. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik de karakters erin tegenkwam. Cindy was me aan het vertellen over de bronnen die ze moest lezen voor studie middeleeuwen. En ze klaagde nogal over alle krankzinnigheid die ze daarin tegenkwam. Geboden als gij zult de wortels en de knolrapen van uw buurman niet begeren. En dan hebben ze het niet over diefstal. En om haar frustraties daarover af te reageren, schreef ze een verhaal over een nogal vermoeide, knorrige ridder met redelijk oorlogstrauma en zijn naïeve, romantische schildknaap die een toernooi bijwoonde. En ja, de relatie tussen die twee, die werkte gewoon gelijk zo goed dat we besloten hebben om die twee eruit te lichten en een heel boek om hen heen te schrijven. En die relatie steeds verder uit te werken. Research is van enorm belang, denk ik zelf, als schrijver, als je een verhaal goed wil maken. Want het moet realistisch zijn. Het moet geloofwaardig overkomen. Je karakters moeten geloofwaardig overkomen binnen de wereld en de regels die binnen die wereld gelden. En ja,
als je een middeleeuws verhaal schrijft, dan hang je aan middeleeuwse gedachtegangen, patronen en technologie vast. En daar heb ik dan zelf voor gekozen, want er zitten wel fantasy elementen in, maar ik heb de fantasy elementen niet compleet alles laten overweldigen. Dus het is een recreatie van wat wetenschappelijk verantwoord is, gecombineerd met fantasy. Chrétien, ik heb een bloedhekel aan Chrétien de Troyes. En dat is een van de redenen waarom de schrijver iedere keer terugkomt. Ik heb een bloedhekel aan het werk van Chrétien de Troyes. Ik ben gek op het werk en ik heb er echt een bloedhekel aan. Van de maagden die ridders masseren tot ze hun piek en hun viriliteit weer terugkrijgen, waardoor ze weer extra mannelijk worden en gewoon weer helemaal volgepompt, klaar staan in actie en paraatheid. En paarden die in tweeën worden gehakt zonder dat er verder überhaupt ook maar iets gebeurt. Omdat God het wil. En omdat er aan het eind van het verhaal geen maagd over is gebleven. Plus, ze hebben een heel idiote SM-scène in een van de verhalen staan. En als ik dat tegenkom, het is nog altijd beter geschreven dan die ene trilogie waar iedereen het over heeft. Maar je staat gewoon weer echt een tijgeren met zoiets van, waar hebben ze het over? Met ketens van liefde en kooien en zwepen en weet ik veel wat nog meer. En die ridder die laten toe. In elk geval hadden ze een dominatrix. Sorry, ik ging een beetje tekeer. Het boek is volledig niet op volgorde geschreven. Ieder verhaal is apart ergens door geïnspireerd. Maar uiteindelijk is het toch een heel goed samenpassend boek gekomen, waarin steeds meer karakters zijn gaan aandienen. Er steeds meer een echt verhaal ontstond. Het is een van de grappigste dingen die ik gelezen heb. Ik ken niemand anders die op deze manier schrijft. En hoe verder je erin komt, hoe meer het eigenlijk ook een emotionele component krijgt en hoe meer de karakters zich ook echt ontwikkelen. Maar ook als je alleen gewoon goed wilt lachen, dan is het echt een boek dat de moeite waard is om te lezen. En historici die kunnen er ook nog heel wat in vinden. Het heeft zo zijn voordelen. Er zitten meerdere lagen. Mijn favoriete karakter in het boek is Ritsaard, het paard van een van mijn hoofdfiguren. Omdat hij een nogal uitgesproken mening heeft over onderwerpen en dat ook niet onder stoelen of banken of in de stal laat steken. En hij reageert nogal kordaat op hoe hij vindt dat er gehandeld moet worden. YEGODE, Book of Knightly Conduct. Okay. Ja, want anders dan denken ze, waarom hebben ze het over The Good Book? En er staat YEGODE, Book of Knightly Conduct. Want het wordt gewoon gelezen als The Good Book of Knightly Conduct.